Yo mensen van Score Games, mijn naam is Jeroen en vandaag gaan wij Luigi Mansion 3 spelen. Dit is de nieuwe serie die we op vrijdag gaan oppakken. Deze spel kwam oktober. Deze spel kwam oktober uit, dus deze spel eigenlijk half jaar later pas opgepakt. Maar dat maakt mij niet uit. Dus ik vind het een heel toffe game. Ik heb het even gespeeld. Oké, Toad gaat met een busje rijden. We zijn op reis. Oh, wow. En Luigi zit te slapen. En dat is een spook. Oh. Een spookhond. Die ons gaat helpen bij de avontuur. Hotel. Hotel, denk ik. Oh, toch wat moet al die dingen optellen. Jeetje. En Luigi gaat als laatst. Luigi als laatst. Tuurlijk. Dan zit hij een hele villa waar we ons avontuur op gaan spelen. Nu ziet het er normaal uit. Oké. Okay. Wat Luigi, Mario en Peach. Ja, dan gaan we naar de balie. Hallo. Laat ons lopen. Welkom, geëerde gast. In Hotel de Eeuwige Rust, ben je klaar om in te checken? Ja. Oh, dat is de. Dat is de baas van deze hotel. Geëerde gasten, van harte welkom in de Hotel de Eeuwige Rust. Mijn naam is Isabel en ik ben de eigenaresse van dit hotel. Ik ben verschrikkelijk opgetogen dat jullie mijn uitnodiging hebben aangenomen. Jullie zijn vast moe. Kom, ik zal jullie naar jullie kamers begeleiden. Oh, laat jullie bagage gerust liggen. Ons vreselijke bekwame personeel zal zich erover ontfermen. Ja, jullie zijn tenslotte onze eergassen. Het zal jullie aan iets ontbreken tijdens jullie vakantie. Wacht maar. Doe het dan maar. Luigi heeft letterlijk poeder gekregen. Nice. Maar ja.
Oké, dan gaan we naar de vijfde hotelkamer. Vijfde etage, bedoel ik. Daar zijn de kamers van Mario, Luigi en Peach. De Toads overnacht hier. Ik wil dat jullie zullen genieten van jullie verblijf. Jullie staat een onvergetelijke ervaring in het vooruitzicht. Oké. Okay. En nu gaat hij lachen. Daar gaat Peach slapen. Night-night. Daarna slapen wij hier. En hij kan door de muur natuurlijk. Yes. Oké, okay, pak het pakje. Oké, okay, yes. Gaan we een dutje doen. Oh, een zaklamp. Hij neemt gewoon op reis gewoon een zaklamp en kleding bij. Maar ook precies hetzelfde kleding. Top. Hij heeft ook echt een nut van de kleding. Dit is typisch ik. Maar wanneer ik echt gewoon geen zin heb om een boek te lezen. Wat is dit? Bruh. Yes. En nu begint het. In de nacht. Hallo? Oké. Oh. Kon je niet weg? Oh, dat was wat we moesten doen. Bruh. Oh shit. Het wordt van een normale villa, wordt het nou een duistere villa. Yep. En nu moeten we gewoon hier naartoe lopen. Oké, okay. Even kijken dat de lift nu wel werkt. Oh ja, we moeten eerst die twee dingen kijken en daarna werkt het. Oké. Okay. Dit probeerde ik steeds te doen, maar dat lukte blijkbaar niet. Nu gaan we het wel doen. Ik kan niet rennen. Maar dat is ook aan de ene kant logisch. Jawel, je kan wel een soort van rennen. Dat is de eigenaresse van het hotel. Sowieso, daar is... Oh, sowieso, daar is zo waar mijn bijzondere gast. Ik was net naar je op weg. Is je kamer naar wens? Vind je hem niet gruwelijk smaakvol ingericht? Oh, ik kan mezelf nauwelijks beheersen. Je weet niet hoe verschrikkelijk blij ik ben dat je mijn uitnodiging hebt aangenomen. Je vraagt je vast af waarom. Nou, het is. Hij zit zo. Er is iemand waar ik afschuwelijk dol op ben. Hij was de inspiratie voor enkele van mijn beste ideeën. Zoals het idee om jou hier te noemen. Ik ben zo'n groot fan van hem. Daarom vind ik het zo vreselijk leuk dat ik hem kan voorstellen aan jou. Ja, aan jou, Luigi. Je sterft vast van nieuwsgierigheid. King Boo. Oh, verrassing, Luigi. Ik ben het King Boo. Die oude mafkees had me in zijn laboratorium opgesloten.
Maar raad eens, ik ben ontsnapt. De hotel-eigenaresse wilde me afgrijzelijk graag. We moeten dus safe mijn bevrijd. Fijn hè? Ik wist niet zeker of je wel zou komen, maar voor de zekerheid heb ik wel het een en ander voorbereid. Mijn wraak is nu zelfs bijna voltooid. Wat ik met wraak bedoel, fijn dat je het afvraagt. Ik hou jou en iedereen in je reisgezelschap vangen in elk jullie eigen lijstje. Ach kom Luigi, het duurt niet lang meer. Nog even en jullie zijn voor altijd herenigd. Niet verkeerd hè? Waren het geen plaatjes? Oh jij krijgt er natuurlijk ook een. Ik heb hem speciaal voor jou bewaard. Blijf daar en zet je bangs gezicht op Luigi. Het is tijd voor je vraag. Oh, ren weg. Oh, oké. Okay. Oh, oké, okay. King Boo komt eraan. Hey. Nu komen we hier. En nu begint het spel echt. Luigi Mansion 3. En het is helemaal duister. We hebben nu nog alleen een zaklamp. Mario. Oh jee, jij schrikt zich wel heel snel. Oké, okay, gaan we wel een beetje sneller eruit. Jeetje. Oh, moet hij? Moet die hond zijn als soort van volgen? Iets verder lopen. En nu komt er een hond. Een stofzuiger. Een stofzuiger. Nice. Nu hebben we een stofzuiger. Ze kunnen dingen zuigen. Ja. Hebben we ook. Ja, zet L dan. Zet je hem weg. En als je ze allebei doet, dan maak je een sprong. Oké, is alles duidelijk? Ja. Nu? Moeten we naar boven.
Yes. Oh, hebben we één ding gekregen? Hebben bij elke gebied een ding, maar ik denk dat ik het hierbij ga laten. Hoop dat jullie er hebben van genoten en dan zie ik jullie de volgende aflevering. Doei!